Hallo, ik ben Gea en welkom bij Bla Bla Bla. We gaan het vandaag hebben over naar festivals gaan. Ik ga elk jaar naar Funpop. Dat is een muziekfestival voor mensen met een beperking. Als eerste praat ik met Niek. Hij is van Funpop. Hoe vet! Met hem ga ik als eerste video bellen. Hoi Niek. Hey Gea. Leuk om je te spreken. Ja, van hetzelfde. Lang geleden. Ja, lang geleden, ja. En waarom bestaat Funpop? Waarom bestaat Funpop? Nou, Gea, jij bent natuurlijk vaker op Funpop geweest. En zoveel, heel veel personen met jou natuurlijk. Maar eigenlijk voor alle mensen die op Funpop komen, die daar blij van worden, die daar gaan lachen, die daar andere mensen ontmoeten. Daarvoor bestaat Funpop, vind ik. Hè? Dus die sfeer, jij kent het wel, dat is natuurlijk, ja, iets wat we eigenlijk alleen bij Funpop in Horst kunnen creëren, denk ik. Mm-hmm. En maar wat is dan het verschil tussen Pinkpop en Funpop? Tussen Pinkpop en Funpop? Ja. Ik ben een aantal keren op Pinkpop geweest. Natuurlijk ook een prachtig festival met heel veel historie. En ik denk dat er best wel veel overeenkomsten zijn. Het is een ongedwongen, familiaire sfeer. Je kunt er plezier hebben. Iedereen is gelijk. Feest. Dus ik denk dat daar heel veel gelijkenissen zitten. Natuurlijk is Pinkpop wel een stukje groter. En een stukje, ja, daar komen ook andere dingen bij kijken. Maar ik denk dat er veel overeenkomsten zijn. Aan de andere kant denk ik het wat kleinschalige wat wij zeg maar met Funpop hebben. Dat is iets wat je heel lastig natuurlijk bij een festival met die grote zoals Pinkpop kunt krijgen. Dus ik denk juist veel overeenkomsten en een paar verschilletjes. En is Funpop echt voor iedereen? Ja, Funpop is voor mensen met een beperking, maar ook de familie, vrienden, eigenlijk iedereen die hen een warm hart toedraagt. En dat is heel breed en zo willen we het ook zien. Het moet vooral een feest zijn waar mensen samen kunnen genieten. Waar je echt heen gaat om 3 dagen eventjes of 2 of 3 dagen eventjes op een andere plek te zijn, mensen te zien. Dus in feite, Funpop is voor iedereen die wat ik al net zei, mensen met een warm hart toedraagt. Familie, vrienden, bekenden, allemaal welkom. Mm-hmm. En ook voor dove mensen? Je viel even een beetje weg, maar ik geloof dat je zei ook voor dove mensen, ja, toch? Ja. Ja, tuurlijk. Kijk. Iemand die niet kan horen is natuurlijk wel lastig om alles in ieder geval goed te volgen. Dus ook de muziek wordt anders beleefd. Maar ja, je hebt daar zoveel andere prikkels natuurlijk. Hè. Je kunt er veel dingen zien, je kunt er dingen aanraken, je kunt er dingen proeven. Je kunt er andere mensen natuurlijk ontmoeten. Dus ja, ook voor mensen die niet of slecht kunnen horen, absoluut. Die natuurlijk van harte welkom. Nou, dankjewel Niek. Leuk om te horen. Ik kan niet wachten om dit weekend naar Funpop te gaan. Ik ben niet de enige, want festival houdt ook Kimberly. En daar ga ik nu mee praten. Doeg. Super. Hey, tot snel, hè. Tot snel. Tot weekend. Doeg. Goedjes, hè. Doeg. Dankjewel, Niek. Wat leuk. Ik hoop dat je binnenkort gaat zien op Funpop. Ik ben nu de enige fan die van festivals houdt. Kimberly, die houdt ook heel erg van festivals. Welkom, Kimberly. Wat is jouw lievelingsfestival? Van Dominator. En dat ken ik niet. Wat is dat voor festival? Dat is een hardcore festival. Dan ben ik ook nog naar Decibel geweest. Dat is ook heel erg leuk. Dat is weer een hardstyle festival. En ken je ook iets van andere stijlen? Ja, ik ben ook op Piratenfestijn geweest. Oh, dat is ook heel leuk, denk ik. Dan ga ik altijd met mijn moeder naar vriendinnen altijd. Lekker meezingen. Want ja, hoe valser, hoe beter natuurlijk. En voor de rest ben ik nog... even denken hoor. Met een vriendin nog naar Festival King Dance nog geweest. Want dan heb je hardstyle en wat was het ook alweer? En popmuziek, zeg maar. Je bent wel een beetje van het harde muziek. Ja, dat wel. En hoe vaak ga je naar zo'n festival toe? 1 keer per jaar. 1 keer per jaar? Ja. En hoe bereid je zo'n festival voor? Ik schrijf altijd mijn blaadje altijd op wat ik allemaal wil meenemen. En dan kijk ik altijd wie ik ga en of ik de bus moet betalen. Dan kijk ik altijd wanneer de bus rijdt en wanneer die weer moet zoeken in de avond. Dus ik ben er wel mee bezig om even dingen voor te bereiden voordat ik ga. En ben je al een keer wat vergeten? Ja, ik ben vast wel een keer wat vergeten. Tandenborstel, een keer pyjama vergeten, weet je wel. En hoe doe je dat dan? Op mijn lingerie. Ja, je moet wat.
Maar gelukkig slaap ik wel met vriendinnen, dus dan kan het. En heb je een tip voor iemand die graag naar een festival wil gaan? Als je gaat, dan moet je wel altijd zorgen dat je, als je geen vervoer hebt, de bus altijd betaalt. Zodat je wel weet van, dat je met de bus gaat. En je moet altijd even controleren wanneer die vertrekt. En wanneer je weer van het festival dat je zegt, ik wil iets eerder weg, of dat ook kan. Dus wel naar de mogelijkheden kijken en anders dan taxi betalen. Want als jij het eng vindt en spannend, dan kun je altijd nog zeggen, dan ga ik met de taxi iets eerder terug. Zodat je niet de drukte hebt aan het eind. Dat is wel een goede tip. Ja. En dan wil ik je nu bedanken voor dit interview. We hebben het over een aantal festivals gehad. Mini Milkshake is een festival in Amsterdam. Daar gaan we nu naar kijken, naar een filmpje. Just give me the business. Just give me the business. Just give me the business. Just give me the boom, boom, boom. Boom. Het mooie filmpje van Mini Milkshake. Op elke festival werken veel mensen, zo ook Salco. Met hem ga ik video bellen. Hey Salco! Hallo. En jouw naam was? Gea. Gea, oké. Okay. En voor welke festivals of festivals werk je? Voor Mini Milkshake en Milkshake Festival. En wat doe je daar? Productiewerk. En zoals wat? Ja, dat kan van alles zijn. Artiesten rondrijden, ophalen op Schiphol mensen. Naar de hotels brengen. En hoe ben je ooit bij het werk voor festivals terechtgekomen? Door een vriendin van mij. Die organiseert het Milkshake. En daardoor ben ik terechtgekomen. En wat is het leukste wat je ooit hebt meegemaakt tijdens het werk of tijdens het festival? Het leukste? Dat ik echt heel erg moeten lachen. En waar heb je al moeten lachen? Ah, dat was een paar jaar geleden, dus was er aan het einde van het festival. Toen gingen al die performers allemaal op het podium staan. Toen gingen we met z'n allen zingen. En we hadden allemaal hele grote ballonnen in onze handen. Echt die gigantische ballonnen. En ik stond met een danser uit Italië, die heet D-Shock. Die heeft allemaal van die spikes in zijn gezicht. En op een gegeven moment kwam er een windje, toen kwam die ballon tegen zijn gezicht aan. En toen knalden al die ballonnen uit elkaar. Stonden daar met allemaal van die vellen van die ballonnen, plastic. Oh. Dan moest ik maar even zeggen, ontzettend af. Ik piste ik bijna in mijn broek. Ja, en heb je ook eens wat minder leuks meegemaakt? Eigenlijk nog nooit. Nee. Op Milkshake is het altijd leuk en gezellig. En is het altijd top weer op festivals? Wat zei je? Is het altijd top weer op festivals? Nou, bij ons wel. We hebben altijd wel geluk gehad met weer. Het is natuurlijk altijd afwachten, maar wij zitten dan hoog in de zomer aan het einde van de maand juli. Dan is het meestal wel mooi. Hebben we één keertje wel een paar regenbuien gehad. Maar ja, dan is iedereen zo aan het vissen. Kan niemand wat schelen of er nou een beetje regen valt of niet. Mm-hmm. Nou, bedankt voor dit interview. En leuk het is vervelend als het heel erg heet is. Ik had een keertje op Mini Milkshake. Mm-hmm. En daar was ik bij, ja. Het was echt heel warm. Het was volgens mij in 45 graden of ja, zo. Ja, klopt, ja. Het was echt bloedheet. Ga je dit jaar weer komen? Vast wel. Als jij erbij bent... Ja, wij zijn er zeker bij. Nou, ik kan niet wachten. Nou, dan wil ik je bedanken voor dit interview. En leuk dat je er was. En tot de volgende keer. Ik zie jullie in ieder geval op Mini Milkshake. Ja, tot dan. En gezellig zijn. Doei. Doei.
Dankjewel Salco. Bedankt voor het leuke interview. Dat was het dan voor vandaag. En wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op Facebook. Doeg!